De ondernemers in de recreatieve sector in Flevoland hebben het zwaar. Er gaan zeker een aantal omvallen de komende periode. Dat verwacht de brancheorganisatie Hiswa Recron. En we spreken met Petra Ellens van die organisatie. Mevrouw Ellens, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even heel algemeen beginnen. Hoe gaat het in de recreatieve sector hier in de regio? Nou, het gaat heel slecht. Het geld zou nu moeten worden verdiend. En dat gaat eigenlijk amper tot niet. En dat betekent dat de ondernemers hun kosten lopen wel door. Terwijl er komt niks binnen. En dat hou je natuurlijk niet heel lang vol. Nee, want we hebben de Pasen inmiddels achter de rug. Dat is natuurlijk een beetje het begin altijd van het toeristenseizoen. Straks Hemelvaart, Pinksteren. Dat zal ook niet brengen wat het in andere jaren heeft gebracht in ieder geval. Nee, de ondernemers hebben al heel veel annuleringen ook gekregen voor gasten. Sowieso ook uit het buitenland. Hè. Flevoland heeft ook altijd een aanzienlijk deel Duitse gasten. Deze mensen hebben eigenlijk ook massaal geannuleerd. Nieuwe boekingen komen er op dit moment niet binnen. En Nederlanders die wachten natuurlijk ook op. Wat gaat de premier vanavond vertellen? En wat gaan de nieuwe mogelijkheden worden? Ja, worden nou eigenlijk alle onderdelen van de recreatiesectoren hard getroffen? Of is er nog wel waar het nog iets redelijk gaat? Er zit wel verschil tussen. Maar als je bijvoorbeeld privé sanitair kunt aanbieden op een kampeerveld, dan mag je komen kamperen. Maar dat is maar een heel klein segment. Horeca moet allemaal dicht. Groepsaccommodaties zijn eigenlijk allemaal dicht. Het kamperen waarbij je gebruik maakt van het sanitair gebouw is dicht. Zwembaden zijn dicht. Je mag niet met groepen ergens naar binnen. Dus het is eigenlijk op dit moment overal doodstil, waar je gewoon mooie reuring zou moeten hebben. Ja, nu zei u al, iedereen kijkt naar vanavond, naar die nieuwe persconferentie van de minister-president om 7:00. Wat daar al over duidelijk is geworden, is dat de verwachting niet is dat er heel veel meer vrijheid komt. Er stond nog niks over recreatie in. Nee, maar de premier heeft wel alle sectoren uitgenodigd om na te denken en met protocollen te komen over de 1,5 meter economie, hè? Dus de afstand tot elkaar houden. Daar hebben we vanuit Hiswa Recron zijn we ook mee aan de slag gegaan. We hebben voor de sector, die bestaat uit verschillende bedrijfsgroepen, allemaal protocollen gemaakt, waarbij we als grondregel houden, hoe kun je veilig bij elkaar verblijven, steeds in acht nemend van die 1,5 meter. Daar hebben we protocollen voor gemaakt en we hopen dat we daarmee toch echt weer de bedrijven wat meer ruimte kunnen bieden om wel gasten te kunnen ontvangen, zij het nog steeds onder beperkende voorwaarden. Ja, hoe zou u dat bijvoorbeeld zien op een camping dus, waar zo'n gemeenschappelijke badruimte is? Kan dat wel? Jawel, als je een groot gebouw hebt, kun je zorgen dat je bijvoorbeeld die 1,5 meter in stand houdt door een aantal wastafels tussenuit te halen. Hetzelfde geldt voor het aantal toiletten, het aantal douches, zodat je zorgt dat mensen die afstand houden. Je kunt bijvoorbeeld bij andere voorzieningen denken aan eenrichtingsverkeer aanhouden als je bijvoorbeeld een winkelvoorziening hebt. Of een maximaal aantal mensen per gebouw naar binnen laten. Op de camping zelf kun je denken aan het spreidingsbeleid. Dus mensen zoveel mogelijk verspreiden over je terrein. Dat zijn allemaal maatregelen die goed te nemen zijn. Hetzelfde geldt ook voor boten. Je kunt prima met een gezin gaan varen. We hopen ook dat de winterbrug en bedieningen, dat die straks gewoon open gaan, zodat mensen weer met gezinnen lekker kunnen varen. Want daarmee creëer je juist meer het spreidingsbeleid. Dat zijn maatregelen die zouden wat ons betreft gewoon weer genomen kunnen worden. En dan de wat grotere attracties hier in Flevoland. Ik noem de Orchideeënhoeve, wat echt wel een grote trekpleister is. Ook de attractieparken. Ziet u daar mogelijkheden voor om dat goed te reguleren, die bezoekersstromen? Jazeker. Daar zullen ze zelf ook over nagedacht hebben. Want elk bedrijf moet sowieso los van de protocollen kijken. Hoe kan ik het protocol zo goed mogelijk vertalen naar mijn eigen bedrijf? En dat betekent als je bijvoorbeeld ergens een rij hebt, dat je afstanden gaat creëren. Dat je ook paden gaat creëren, zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk weer tegenkomen. In richtingsverkeer bijvoorbeeld. In horeca al meer afstand creëren tussen de gasten onderling. Dus elk bedrijf zal moeten kijken naar een vorm van uitdunning van het aantal gasten wat hij kan ontvangen. Ja, maar goed, u zegt inderdaad, dan krijg je dus uitdunning van het aantal gasten. Dus kun je minder mensen binnenlaten. En dan wordt het economisch misschien niet meer rendabel om zo'n bedrijf. Maar er komt er gewoon minder geld binnen. En dat is zeker het geval. Maar we proberen stap voor stap weer terug naar het feit dat bedrijven weer wat meer geld kunnen gaan verdienen. Nu verdienen ze helemaal niks.
We begrijpen dat in het kader van de volksgezondheid bepaalde maatregelen nodig zijn. We begrijpen ook dat er geroepen wordt naar die 1,5 meter. Dus laten we nou weer voorzichtig steeds weer kijken wat is er dan nog wel mogelijk. En dat is belangrijk. En elk bedrijf zou moeten kijken, is het voor mij überhaupt rendabel om open te kunnen gaan? Als je een heel klein, smal restaurant hebt, kan het best zijn dat je zegt, ja, maar dat is voor mij helemaal geen optie. Ja, wat nou als er echt helemaal voorlopig, laten we zeggen, de komende maand echt niets verandert? Dat de recreatiebedrijven echt nog gebonden zijn aan zo'n intelligente lockdown. Hoeveel bedrijven vallen dan om, denkt u? Nou, dat gaat best wel hard. En dat is ook heel zorgwekkend. We hebben dat onder onze leden ook gepeild. Dus ze hebben ook aangegeven. Een groot deel van de achterban zegt van als dit zo blijft met bijna nihil omzet. Ja, dan hou ik het wellicht nog 2 of 3 maanden vol. Maar dan houdt het wel op. Want de kosten blijven doorgaan. En ja, dat is gewoon op een gegeven moment een rekensom. Dat is niet meer vol te houden. Nee. Maar goed, er zijn natuurlijk regelingen hè, vanuit het kabinet om bedrijven overeind te houden. Zijn die niet toereikend dan voor bedrijven in de recreatieve sector? Ja, we hebben natuurlijk de TOGS, hè, de regeling waarbij ondernemers 4000 euro konden aanvragen. Wij vielen daar grotendeels buiten. We hebben flink gelobbyd en gelukkig is dat inmiddels ook gerepareerd. Toen bleek vervolgens dat men nog een voorwaarde had dat als je privéadres en bedrijfsadres hetzelfde was, dan viel je ook weer buiten de poot. Ook dat hebben we aangegeven. Gelukkig heeft het ministerie dat ook weer gerepareerd. Dus uiteindelijk kunnen onze ondernemers er wel gebruik van maken. Maar goed, 4000 euro is natuurlijk niet een bedrag waarmee je een seizoen kunt overleven. Dus dat zijn voor ons druppeltjes op een gloeiende plaat. Er zal echt meer moeten gebeuren. En vanuit de branche geven we dat ook aan, ook richting Rijk en ook richting de provincie. Jullie zullen wellicht ook moeten komen met een noodfonds. Dit komt niet goed als die beperkingen houden en er verder geen extra ondersteunende maatregelen komen, dan gaan de bedrijven echt omvallen. Ja. Laten we toch even voorzichtig door onze wimpers heen kijken naar de toekomst. Biedt natuurlijk wel kansen voor de recreatiesector dat er ineens een hele nieuwe markt aangeboord wordt. Gewoon de binnenlandse markt. Iedereen die gaat straks natuurlijk in eigen land op vakantie. Ja, dat is zeker een aantrekkelijke markt. Die was voorheen ook altijd al heel belangrijk voor onze ondernemers. Dus die markt die blijft inderdaad waarschijnlijk, vanuitgaande dat de bedrijven dus gewoon geopend mogen gaan, blijft ook wel toegankelijk. Alleen als je nog kijkt naar het spreidingsbeleid, dan zullen de bezettingen op de bedrijven wellicht toch nog wat lager liggen dan dat ze voorheen volledig bezet konden worden. Juist door het spreidingsbeleid. Ja, dus dan eigenlijk levert het effectief niet zo heel veel op. Nou, de kans is groot dat je niet die bezetting had zoals je als je 100% vol zat, was vorig jaar anders dan nu waarschijnlijk. Ja. Nou, dus eigenlijk dit seizoen is eigenlijk wel verloren als ik u zo beluister voor de recreatieve sector, terwijl het net begonnen is. Nou, tot nu toe is het inderdaad een verloren seizoen. We hopen daarom ook dat er nu straks wel maatregelen komen om weer onder beperkte condities open te kunnen gaan. Want ja, als dat zo blijft, dan wordt het echt dramatisch. Ja. Nou, we hopen natuurlijk op wat versoepeling van alles, zodat iedereen weer wat lucht krijgt. Dank u wel dat u even tijd voor ons heeft gemaakt. Petra Ellens van Hiswa Rekron.